Hoe kun je die betrokkenheid nu zien? Wat heel behulpzaam kan zijn, los van je intuïtie en alle ervaring die je al hebt als leraar, zijn deze 9 betrokkenheidssignalen. Ik loop ze even met je langs. En de eerste is concentratie. Een leerling die betrokken is, die zal geconcentreerd bezig blijven met een activiteit. En dat kun je zien aan de cirkel waar de ogen op gericht zijn. Is het gericht op datgene waar jij wilt dat deze leerling mee bezig is? Bijvoorbeeld de activiteit of de instructie, dus gericht op jou. Een tweede signaal is energie. Leerlingen die betrokken zijn, daar komt energie vrij. We maken onderscheid tussen fysieke energie en mentale energie. Leerlingen die betrokken zijn, zullen snel geneigd zijn misschien te gaan staan aan hun tafel. Fysieke energie. Of te gaan roepen door het lokaal over hoe enthousiast ze eigenlijk zijn. Maar ook mentale energie komt vrij. Dat zijn de gespannen kaken of de rode wangen die je ziet. En soms kom je een lokaal binnen en dan ruik je dat daar mentale energie vrijkomt. Een derde signaal is complexiteit en creativiteit. Leerlingen die betrokken zijn, die willen iets doen wat van henzelf is en ook hun eigen onderdeel kwijt in een activiteit. Ze gebruiken hun voorkennis, maken het daar complexer mee, maken het daarmee eigen. Mimiek en houding, daar kan ik kort over zijn. Veel leraren, met ervaring zeker, zullen van de achterkant al kunnen zien of daar een mimiek of houding is die betrokkenheid uitstraalt. Persistentie betekent de tijdspannen. Leerlingen die betrokken zijn, die willen niet stoppen. Het is hier niet zo belangrijk hoe lang het is, want je kunt bijvoorbeeld bij kleuters een andere tijdspanne mogen verwachten dan in de bovenbouw. Maar het gaat erom wat er zou gebeuren op het moment dat de bel gaat. Of je zegt, we stoppen met deze activiteit. Stoppen deze leerlingen dan meteen? Of staan ze nog even vlug hun werk af te maken voordat ze doorgaan naar de volgende activiteit? Dan spreek je over persistentie. Nauwkeurigheid is de 6e betrokkenheidssignaal. Nauwkeurigheid gaat natuurlijk over dat leerlingen die bezig zijn met een activiteit en daardoor geraakt worden, dat ook heel precies willen doen. Nauwkeurig zijn. Het zijn die kinderen die bijvoorbeeld blijven gummen en nog een keer opnieuw beginnen, omdat ze het precies willen doen. Reactietijd. Dat gaat niet alleen over hoe snel reageren kinderen op jouw prikkels, bijvoorbeeld doordat je een vraag stelt en ze meteen een vinger opsteken. Het gaat er ook over hoe snel hun mentale reactietijd is. Sommige leerlingen hebben wat langer de tijd nodig om na te denken voordat zij het antwoord weten, maar schieten misschien wel meteen in de mentale reactietijd. Dit kun je zien doordat de ogen bijvoorbeeld omhoog gaan. Het 8e signaal is verwoording. Leerlingen die geraakt worden door een activiteit, dus betrokken zijn, die hebben de neiging daar uiting aan te geven. Ga maar eens bij jezelf na. Als jij in een achtbaan zit, dan merk je dat je die beleving uiting wil geven door misschien te gillen. Of als jij ergens een ontzettend leuke grap hoort, zul je dat met een lach beantwoorden. Leerlingen doen hetzelfde als zij betrokken zijn bij een activiteit. Ze zullen daar oerkreten aan toevoegen. Maar ook zullen leerlingen geneigd zijn uit te leggen en vertellen wat ze allemaal doen tijdens dat ze de activiteit uitvoeren. Het laatste signaal wat je zou kunnen gebruiken om te scoren wat de betrokkenheid is, is voldoening. Leerlingen die bezig zijn met een activiteit en daar betrokken bij zijn, die zie je plezier hebben. Je ziet dat ze voldoening hebben bij het uitvoeren van de activiteit. Hopelijk helpt dit je om nog preciezer in te schalen wat de betrokkenheid is van een leerling.